De KRO laat je niet los. Geef u op als begunstiger. Dan krijgt u elke week de microgids in de bus. Handig formaat en het goedkoopste programmablad van Nederland. De eerste 20 weken voor maar 11 gulden. Bel nu 035 714 714. Microgids. 20 weken voor maar 11 gulden. Dezezelfde media was bezig Brunswijk te beelden in het buitenland om hem als een soort geweldige held hier voor te schilderen aan de wereld. Maar laat ze nou kijken, laat ze kijken. Laat ze kijken en vragen of het volk Brunswijk wil. Willem Brunswijk! Willem Brunswijk! Kijk, wat wel gespeeld heeft, is dat militairen daar in het gebied opereerden en dat er gevochten werd tegen de bewinden van Brunswijk. En je kunt zich voorstellen, als er vanuit een huis geschoten wordt op de militairen, dat men daar terugschiet. Het is mijn land. Ik strijd voor mijn land, hè. Uw zoon is vermoord? Ja, meneer. Een paar weken geleden. En hoe oud was uw zoon? 23 jaar oud. Het is niet prettig natuurlijk dat bij zo'n treffen er ook onschuldige mensen kunnen vallen. Dat niet meer wat gebeurd is, dat is jammer. Ik onderschep een telex van ambassadeur van Houten en Buitenlandse Zaken over vermoorde mensen. Nieuws. Ik denk, als ik het verhaal hoor, godverdomme, wat een rotwereld. Goedenavond en welkom bij Gedane Zaken. Voorheen de Alles is Anders show met belangstelling en met aandacht voor opmerkelijke prestaties in de actualiteit en in de media. Suriname, daar hoorden we de laatste maanden niet erg veel meer van. Nederlandse journalisten waren niet echt welkom in Paramaribo. Toen plotseling ontstond er veel belangstelling rond opstandelingenleider Ronnie Brunswijk. En bevelhebber Bouters besloot om toch maar eens wat journalisten tot zijn land toe te laten. Onder hen Willy Brood-Fricquin van de KRO, maar werkte ook voor Varen en Veronica. Hugo van Rijn van het NOS Journaal en Jan van Lenteren voor NCRV Radio, maar ook werkend in de gezamenlijkheid. Dan heb je daar dus een hele tijd gezeten, Jan van Lenteren. En dan ben je op vliegveld Sanderij en dan nemen ze je materiaal af. Waarom was dat? Zijn jullie erachter gekomen? Ze hebben het ons natuurlijk niet rechtstreeks verteld. Maar mijn naam stond op een briefje van een MP en het was dus duidelijk tegen ons of tegen mij gericht. We zijn met drie journalisten, twee schrijvende journalisten en ik het oerwoud ingetrokken om daar een deel van het verhaal te halen. En dat verhaal mocht kennelijk niet gehoord worden. Ja, Hugo van Rijn, daar hadden jullie niks mee te maken, of wel? Nee, helemaal niets. Maar wij stonden toevallig op hetzelfde lijstje. En een militair heeft waarschijnlijk ons over één kam geschoren met Jan van Lenteren en die twee andere collega's. En daar werden wij het slachtoffer van. En er was niets tegen te doen. Alle 24 videobanden mochten uit de tas worden gehaald. Mochten keurig worden ingeleverd. Ja, Willy Brood, wil dat zeggen dat jullie gedwongen werden om veel ongeoorloofd te doen? Of mocht er toch tamelijk veel? Nou ja, je mocht. Je had eigenlijk alle vrijheid om te maken wat je wilde. Wat je niet mocht doen is militaire gebieden bezoeken. Fort Zeelandia, waar gevangenen zaten, daar mocht je ook niet naartoe. Althans, in het begin niet. En wat je ook niet mocht, of althans het mocht wel, maar dat honoreerden ze niet, die vraag, om mensen te spreken die het beleid maakten. Ik kreeg de indruk dat een van jullie grote tegenstanders de angst was. De angst van mensen om vrij uit te praten. Die angst die is er heel duidelijk in Paramaribo. Ik heb wel de indruk dat die aan het afnemen is. Ik denk dat mensen onder druk van de omstandigheden de laatste weken, misschien zelfs al de laatste dagen, vrijer zijn gaan praten. Gewoon denken van, nou, we zeggen het maar, we moeten die angst overwinnen. We moeten op de een of andere manier van de huidige situatie afkomen. En de enige manier is om erover te praten, onder andere met Nederlandse journalisten. Ja, bij ons is Roy Kemraj, daar zit je Roy, daar. Roy die werkt voor het radioprogramma Zorg en Hoop, was niet in Suriname, maar besteedt zijn dagen al maanden lang aan de, onder andere de berichtgeving rond Suriname. Als jij, Roy, vanuit Nederland, hè, de berichtgeving ziet in de weekbladpers, dagbladpers, radio, televisie. Ben je goed geïnformeerd?
Niet echt. Ik beschouw al het materiaal wat ik bijvoorbeeld van Willem Brood en van Hugo heb gezien. Ja, het komt bij mij toch over als incidentjournalistiek, stukjes en beetjes van het grote Suriname-verhaal. En omdat ik niet welkom in Suriname, kan ik me ergeren, ik word kwaad. Want als ik in de plaats van Willem Brood was, nou, dan wilde ik bijvoorbeeld zeer diepgravend met Bouters praten over hoe hij nou het democratiseringsprogramma waarover iedereen praat in Suriname. Hugo van Rijn die is in het dorpje Mungo. Mag daar kennelijk onder begeleiding van de militairen rondkijken. Wat mij zeer interesseert is, laat nou zien waarom het niet mogelijk is dat het bedrijf daar weer draait. Wat is er met die mijnen aan de hand? Wat zegt de Suralco zelf over de situatie van het bedrijf te Mungo? Ja, er blijft nog veel open. Ik zie niet veel meer dan sfeer en mensen die klagen over dit is er niet, dat is er niet en Bouters is niet goed of Bouters is goed. Hugo, wat Roy net zei, incidentenjournalistiek. Dat is het natuurlijk een beetje. Heel lang doen we niks. En plotseling zijn we met z'n allen in Paramaribo. En over 2 weken zijn we er niet welkom meer en is het weer afgelopen. Het is niet alleen een beetje, het is een beetje helemaal. Inderdaad, ja, Roy heeft gelijk. Maar dat is een Nederlands omroepbestel. Ik bedoel, het simpel voorbeeld, het NOS-journaal probeert heel veel aan Suriname te doen. Gaat dus 2 keer naar Frans-Guyana om daar de vluchtelingen reportages te maken. Krijgt vervolgens toestemming om naar Paramaribo te gaan. Maar dat mag van de Surinaamse autoriteiten uitsluitend via Den Haag. Ik was dus in Saint-Laurent. De afstand tussen Saint-Laurent en Paramaribo is 140 kilometer. Nee, ik moest helemaal terug naar Nederland en toen weer naar Paramaribo, oftewel 14.000 kilometer afleggen. Ja, ja. Nou, dat kost ook geld. Hoewel dat wat minder met het Nederlands omroepbestel te maken heeft. Nee, maar ik bedoel, het heeft te maken met het feit dat dat kost dus weer geld. Ja. Zoveel geld is er op het ogenblik niet om televisie te maken. Dat betekent dat je gebonden bent aan een bepaalde tijdsduur. En dat ik duidelijk te horen heb gekregen van, nou ja, een week, 10 dagen, dat is wat we op dit ogenblik kunnen doen. Ik had zelf misschien wel veel langer in Paramaribo willen blijven. Want ik ben het helemaal met Roy eens. Wij plegen als Nederlandse journalisten natuurlijk incidentenjournalistiek. Dat komt natuurlijk ook omdat, hoe vaak je er misschien ook geweest kunt zijn, je het land natuurlijk helemaal niet kent. Je bent geen Surinamer, je bent er niet geboren, je voelt het niet zoals die mensen het voelen. En dat krijg je ook regelmatig te horen. Ja, Roy. Dan nog vraag ik me af, kijk, wat is de afweging die er bij het journaal gemaakt wordt om naar Suriname te gaan? Een ja op een visum of, als we daar zijn, wat speelt er op dit moment wat wij kunnen aanpakken? Nou, op dit ogenblik was het dus echt zo van, we krijgen nu het visum, dus laten we maar proberen te komen en dan te maken wat er te maken valt. Ja, onder die omstandigheden. Ik wil er iets op zeggen. Ik vind, het is misschien best incidentele journalistiek of hoe je het ook wil formuleren, maar je moet niet vergeten dat wij als journalisten, zoals we hier achter de tafel zitten, in eerste instantie vragen beantwoord hebben die heel dwingend en dringend op tafel lagen. Ja, vragen van, zijn er mensen vermoord? Hoe staat het met de oorlog? Komt er wel of geen democratie? Ja? Dat zijn gewoon, hoeveel gevangenen zitten er? Liggen er lijken in het ziekenhuis? Al die verhalen die je wekenlang de voorpagina hebben gehaald. En ik vind, als je in een beperkt tijdsbestek, jou toegemeten als journalist, die vragen probeert te beantwoorden, dan ben je niet met incidentele journalistiek bezig, dan ben je gewoon met redelijke en goede journalistiek bezig. Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat Nederlandse journalisten de gelegenheid krijgen om niet alleen nu maar 1 keertje door Bouters te worden uitgenodigd op het moment dat het hem uitkomt. Juist. Maar dat we daar de komende maanden permanent terechtkomen. Juist, daar ben ik helemaal met je eens. Maar als, en dat als die niet mogelijkheid zoals Ruud de Wit 2 jaar geleden of 3 jaar geleden er gelijk weer uitgeknikkerd worden bij het eerste de beste kritische verhaal dat we schrijven. Jan, incidentenjournalist. Ik denk het niet. Ik heb de eerste dagen dat ik daar zat, misschien wel 5, 6 bijdragen voor de verschillende omroepen gemaakt. En dat is een lopend verhaal geworden. We hebben er ook nog een aardig eind aan weten te breien door te vertellen hoe het in het binnenland is. Ik heb weliswaar de banden niet meegekregen, maar het zit in mijn hoofd en we waren met z'n drieën. Dus het verhaal, dat kan nagetrokken worden. Maar het is waar, het werken werd je daar buitengewoon moeilijk gemaakt. Het zijn natuurlijk wel de incidenten van december nu. Ja, en ik denk ook dat Roy een beetje bedoelt van, natuurlijk, jullie zijn daar een week geweest, iets langer geweest, jullie wordt zelfs. En daar doe je wat je te doen hebt en zoveel mogelijk. Maar het zijn dan maar 2 weken. Precies. En eigenlijk zou daar een correspondent gedurende maanden moeten zitten en voortdurend verslag doen. Hè? Nou, die dan gemuilkoord wordt natuurlijk, want de pers precies, is niet vrij. Precies, tot het moment dat het niet meer gaat en dat hij terug moet. De pers is daar niet vrij. De kranten die daar verschijnen, die worden allemaal gecontroleerd. Mag je wat vragen, Roy?
Zoals in de Surinaamse omstandigheden. Nu krijg je de gelegenheid om er een week naartoe te gaan. Niet langer. In die week kan je niet meer doen dan je doet. Moet je dan thuis blijven of toch gaan, vind je? Ik zou thuis blijven. Ja, nou, daar ben ik het dus totaal niet mee eens. Nee. Als ik naar Suriname moet gaan, dan stel ik minimaal een verblijf van een maand of anderhalf maand. En dan wil ik niet druk op me hebben om praktisch dagelijks voor de media te melden wat er daar gebeurt. Nee, ik wil een soort onderzoekje daar kunnen doen, ja, op basis van gesprekken met mensen. Laten we nou niet de zaak bagatelliseren. Wij hebben hier, zoals we hier zitten en onze andere collega's, hebben antwoord gegeven op een heleboel vragen die hier de afgelopen weken op de voorpagina stonden. Ja? En ik vind het zeer onjuist en hypocriet om hier vanuit je mooie stoel te roepen van ik was niet gegaan. Wij hebben ons best gegaan om exacte en goede informatie te geven. Maar dat is toch niet hypocriet? Hij zegt alleen, ik zou niet gaan. Ja, ja, maar hij verwijt ons incidentele journalistiek. Nee. Nou, dat accepteer ik gewoon niet. Er gebeuren dingen. Wij zijn er geweest en we hebben erbij gestaan. En wij kunnen voor onze de goede Nederlandse journalistieke traditie vertellen wat er gebeurd is. Ik ben het niet met Roy eens, hoor. Ik zou wel gaan als ik die week de gelegenheid zou krijgen. Zou ik dus gaan. Maar zijn standpunt is duidelijk. Het zijn op zichzelf staande verhaaltjes, en misschien daardoor incidentjes. Maar die verhaaltjes op zich zijn rond. Ja. Belangrijk blijft dat we de komende maanden er weer komen. Want ja, precies. Het hele verhaal Suriname is nog lang niet afgelopen. Wat is jou nou opgevallen in Suriname? Want het is een heel circuit van verdachtmakingen, roddel, achterklap, merkwaardige verhalen. Wat is jou nou opgevallen? Dingen die niet klopten. Het is inderdaad een land van geruchten. Het is om gek van te worden, vooral als je er voor de eerste keer komt zoals ik, om na te gaan wat nou wel en wat nou niet klopt. En ook hoe verhalen rondgaan, want het gaat bliksemsnel. De communicatie op zich is eigenlijk heel goed. Ik kom uit het oerwoud en er staat iemand naast me die ik nooit eerder heb gezien. En die vraagt aan mij, kan ik nog iets voor u doen, meneer Van Lenteren? Dus op een of andere manier, terwijl ze geen telefoon hebben, gaat dat heel snel rond. Maar of het klopt, of het verhaal sluitend is, dat moet je op 5, 6, 7 plaatsen natrekken. En dat maakt het werken daar natuurlijk extra moeilijk. Hugo? Wat mij vooral is opgevallen is de verloedering van de samenleving. Heel veel mensen die tegen mij gezegd hebben, dit is Suriname niet meer. Het militaire regime heeft onze samenleving zo aangetast. Heeft families uit elkaar gespleten. Een klein deel van de familie die achter Boutersen staat. Het grootste deel van de familie die niets meer met Boutersen te maken wil hebben. Mensen die zeggen, Suriname is altijd een land geweest waarin de familieband, waarin het gezin heel belangrijk is. En nu is het ineens niet meer mensen die voor elkaar opkomen, maar iedereen die voor zich opkomt, die probeert van dag tot dag er het beste van te maken. En ja, toch heel veel mensen die hopen dat die verkiezingen er heel snel komen, en heel veel mensen die bang zijn dat die verkiezingen nog te veel door Boutersen zullen worden gedomineerd. Goed, bedankt. Ga maar weer naar Suriname toe. En wij gaan het volgende zeggen, nog 4 nachtjes slapen. En dan beginnen we gezamenlijk aan een nieuw jaar.